Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Bibbes minister over toekomst SEOGS 2024, rol financiële instellingen ter bevordering investeringen, energie- en gassector. En Surinaamse luchtvaartmaatschappij legt bijdrage toe tijdens SEOGS 2024. Tijdens eerdere Focus-afleveringen hebben sprekers van diverse bedrijven reeds een schat aan informatie gedeeld over ontwikkelingsmogelijkheden, als ook projectmogelijkheden in een werelds meest veelbelovende olie- en gashotspots. In verband hiermee organiseert Staatsolie de vierdaagse Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition SEOGS 2024 onder het thema The Next Stage of Success. Vanaf dinsdag 4 juni zullen toonaangevende experts en bedrijven samenkomen in Suriname voor deze topconferentie. In gesprek met minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking duiken we dieper in op de toekomst van de olie- en gassector in Suriname. SEOGS 2024 wordt volledig gefaciliteerd door de regering van Suriname. Ik vond het mooi omdat het precies aangeeft wat we doen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is een sponsor, een co-sponsor van dit event. We doen dat alleen maar omdat dit in nationaal belang is. Het is een belangrijke sector. Wij helpen mee om zeg maar ervoor te zorgen dat alles goed loopt, smooth loopt. Waar we een bijdrage kunnen leveren, leveren een bijdrage. Met name bij het, faciliteren van sprekers uit het buitenland, van regeringswegen. Zo zullen er verschillende sprekers er zijn van regeringswegen, verschillende ministers van verschillende landen in de regio. We krijgen ook gasten uit Amerika, ook uit Curaçao. Hebben wij gasten van de Dominicaanse Republiek, nog een aantal andere landen. Dus dat is de rol die wij spelen, ook bij het protocolaire. Maar wij zijn heel blij ermee, omdat dit een van de grootste, zo niet de grootste, conferentie is. Met tentoonstelling, ruim 800-900 personen elk jaar weer. En dus altijd voor de afsluitingsdatum is het dan al volgeboekt. Het geeft aan de belangstelling die er is voor Suriname op het gebied van olie en gas en energie. Ook dit jaar zullen we dat merken. En natuurlijk, hoe dichterbij wij als Suriname komen bij FID, de Final Investment Decision, het finale besluit om hier te investeren door Total Energies en Apache, hoe meer interesse er ontstaat en hoe meer zaken gedaan kunnen worden. Hoe dichterbij komen, nu reeds worden er zware investeringen gedaan door Total Energies en Apache, tot in de honderden miljoenen. Dat gaat alleen maar toenemen. Maar voor al dit soort investeringen heb je uitvoeringscapaciteit nodig. En dat is vaak de zogenaamde subcontractors. De bedrijven die dus worden aangehuurd om bepaalde dingen te doen, die het moederbedrijf niet per se zelf hoeft en kan en wil doen. Dus SEOGS 2024 is enorm belangrijk voor Suriname. Wij kijken ook er naar uit, omdat vandaag, tenminste komende week, zal bepalend zijn in termen van welke bedrijven hier echt zich zullen gaan vestigen en daar dus zeg maar grote voordelen voor hunzelf zien. Wat we ook gemerkt hebben is dat verschillende handelsmissies vanwege de toenemende interesse en de economische potentie van Suriname naar Suriname komen. We hebben een paar weken geleden missies gehad uit de Dominicaanse Republiek. We hebben eentje net 10 dagen geleden gehad uit Jamaica. Aanstaande dinsdag komt een missie van Curaçao. Eind juni is er eentje van Aruba hier. En zo gaan we voort. Wij doen mee aan internationale conferenties.
Maar we zien ook dat er enorm veel belangstelling is om in deze Surinaamse conferentie te zijn. U weet, een paar weken geleden hebben we hier de ACS-conferentie gehad met een business forum. Dat is ook allemaal goed gegaan. Dus ik ben heel blij met deze interesse en met de organisatie van CEOX 2024. In de eerste plaats meer bekendheid voor Suriname, meer kennis over Suriname. De meeste bedrijven komen niet om te weten hoe het, zeg maar, hoe het land eruit ziet. Dat doen ze al van tevoren. Die studie doen ze uit zichzelf. Wat ze willen weten is, heb ik te maken met betrouwbare partners? Heb ik goede partners? Wat is de situatie met betrekking tot die partners? Hoeveel kunnen ze wel aan, hoeveel kunnen ze niet aan? Moeten ze bijgeschoold worden? Moet er getraind worden? Moet er geïnvesteerd worden in equipment of in huisvesting of in menskracht? Dat is iedere keer aan het toenemen. Een aantal bedrijven, olie en aardolie en gas gelieerd, die zijn al hier. Dat zijn gerenommeerde wereldbedrijven die hier al een vestiging hebben. En die werken met Surinaamse bedrijven als Cool Deep Seeing, SEMC en Hawkers. Dat gebeurt al. Wat we nu gaan zien is dat er met meer bedrijven gewerkt zal worden. En dat verwacht ik deze keer nadrukkelijker. Omdat als men nu bijvoorbeeld geen hotelkamers kan reserveren. Of als men geen onroerend goed kan vinden waar hun mensen, hun experts moeten blijven. Dan gaan ze dat niet meer krijgen volgend jaar, want dan is het te laat. Dan hebben anderen dat genomen. Dus we gaan besluiten zien in termen van onroerend goed. Ook in termen van transport, medische voorzieningen. Gaat men zekerheid willen hebben dat die hier verkregen kunnen worden. Dus wij gaan ook hier wat werk hebben, hier in Suriname. Dus aan de ene kant bereiden zij zich voor, en het zal blijken tijdens deze conferentie, heel concreet wat nodig is en welke afspraken ze kunnen maken met toeleveranciers. Maar wij gaan ons als samenleving ook moeten voorbereiden op die nieuwe toekomst. En dat is nog veel werk, in alle opzichten. De hele samenleving zal zich moeten voorbereiden. Het wordt een andersoortige samenleving. Wij gaan ons ook moeten voorbereiden om investeringen te plegen in verschillende sectoren van die samenleving. In transport, in connectiviteit, in medische voorzieningen, in leverantie van voedsel en water. Onze hotels en appartementen die nodig zullen zijn. Al die zaken gaan geregeld moeten worden. Veiligheid moet worden opgevoerd. Dit zijn zaken die belangrijk zijn voor die bedrijven. En zoals ik zei, men gaat naar business zoeken. Men gaat zaken willen doen. Dus daarvoor heeft men Surinaamse partners nodig. Ook het Surinaamse bedrijfsleven gaat zich moeten voorbereiden om die local content, waarover we zoveel praten, om dat handen en voeten te geven. Maar een van de belangrijkste zaken waar men op zal letten is er genoeg menskracht? Hebben we voldoende mensen hier die dat werk kunnen doen? Dus ook ons onderwijssysteem, onze korte termijn trainingen zullen aangepast moeten worden. We moeten niet verrast zijn als vele bedrijven zeggen van oké, ik wil hier zaken doen, maar ik kan die mensen niet vinden. Dus geef me toestemming om 10, 20, 30, 40, 50 personen naar binnen te halen. En geef me snel die werkvergunning of verblijfsvergunning om hier te kunnen werken. Dat zijn zaken die we in orde moeten maken. Maar we moeten niet verbaasd zijn wanneer die samenleving in 2-3 jaar tijd er een beetje anders uit gaat zien. En dat zal komen omdat er een toestroom zal zijn van nieuw kader, van andere soortige mensen die andere culturen hebben. Maar wij zijn een diversiteit als samenleving. Wij kennen dat. We weten om te gaan met diversiteit. We weten om te gaan met verschillende etniciteiten, religieën, met taal. Dus ik verwacht op zichzelf daar weinig problemen mee. Wij moeten ervoor zorgen, en dan ben ik erg egoïstisch, wij moeten ervoor zorgen dat de hele Surinaamse samenleving voordeel trekt uit deze nieuwe ontwikkeling. Aansluitend op de SEOGS 2024 sprak de communicatiedienst Suriname met Chief Commercial Officer van Finabank, Almar Gisberts. Hij deelt zijn inzichten over de rol van financiële instellingen in het bevorderen van investeringen in de energie- en gassector. Ook bespreekt hij hoe Finabank bijdraagt aan het ondersteunen van lokale en internationale ondernemers.
We hebben al een aantal keer meegedaan aan de expo, omdat het heel erg belangrijk is dat wij ons als Finabank willen profileren in de oil en gas sector. Het is natuurlijk niet veel landen gegeven wat er voor de deur staat aan oil funds. Dus we hebben een heel mooie toekomst te verwachten als Suriname. Maar dat schept ook verplichtingen met zich mee. En wij willen als bank goed weten wat er speelt, wat de behoefte is. Maar ook wat we kunnen verwachten en wat er op ons af zal komen. Zodat we er toch proberen een stap voor te blijven. Om ook onze rol te hebben om de partij in Suriname daarop voor te bereiden. Zodat we er met z'n allen zoveel mogelijk uit kunnen halen aan het eind van de rit. Goed, het was heel erg druk bezocht. Er waren bijzonder interessante sprekers. We hebben flink genetwerkt, dus dat betekent met heel veel mensen gesproken, uit het buitenland ook. Daar kennis en ervaring op gedaan en dat heeft ons dus besloten om weer mee te doen. We hopen dat het nu wat meer zich gaat materialiseren, wat er allemaal gaat gebeuren. En daarmee bedoel ik... De voorgaande jaren werd er natuurlijk, was er veel minder informatie bekend. Nu ziet het er toch wel uit dat er echt commerciële olie uit de grond gehaald gaat worden. Maar het formele besluit, de FID waar iedereen het over heeft, moeten we natuurlijk nog afwachten. Dus dit jaar hebben we ook begrepen aan de opkomst van SOGS. Zou verdubbeld zijn ongeveer. Dat is waar we naar verwachten. Dus nu hopen wij veel meer concrete voorstellen of projecten ook te kunnen bespreken waar wij als bank een rol in zouden kunnen spelen. Dus als je kijkt naar de International Oil Companies, de IOC's en de International, dus hun leveranciers, hun suppliers, die zijn op zoek naar banken in het land die hun kunnen voorzien van bankdiensten zoals ze dat eigenlijk gewend zijn. We zijn er nu een aantal jaren mee bezig. We hebben met een IOC ook een oplossing ontwikkeld waarbij er wat we noemen host-to-host connectie is. Waarbij dan het banksysteem direct gekoppeld wordt aan het systeem van de IOC. Dus dat is iets waar we op ons willen focussen. Zodat ze in ieder geval al een goede bankingbasis hebben in Suriname. En dat ze zich daar dus geen zorgen over hoeven te maken. Dat hun kasstromen en het geld wat ze verdienen en wat ze hier gaan uitgeven, dat het in ieder geval op een veilige en efficiënte manier gaat. Dat is één. Dan heb je de internationale suppliers van die oil companies. Daar bieden we dezelfde diensten op aan. Dan heb je het derde segment, zijn de lokale companies. En die willen wij ook voorbereiden met financieringen voor projecten of uitbreidingen die ze willen doen. Maar ook door het stellen van ESG, dus sustainability plannen en convenanten. Om te zorgen dat ze voldoen aan de regels van die internationale companies. Want uiteindelijk als die internationale companies het land binnenkomen, dan moeten ze wel werken met de bedrijven hier. En als die nog op het niveau opereren zoals gebruikelijk... Dan ontstaat daar een gap. En dat is wat men noemt de ontwikkeling van local content in samengevat. En daar willen wij dus ons steentje aan bijdragen, zodat vanuit bankingsperspectief er weinig of geen belemmeringen zullen zijn. Uitmaken, ja. Dus wij bieden host-to-host banking aan. Dat is een heel bijzonder product waar de IOC's en de global companies gebruik van kunnen maken. Wij financieren voor de lokale partijen ook op basis van contracten, purchase orders en invoices. Terwijl er normaal gesproken meer op dekking wordt gefinancierd, wordt altijd naar dekking gevraagd. Wij kijken daar als er een contract is met een oil company of een leverancier of een purchase order of een invoice, dan kunnen wij al financieren daarop. Dat doen we ook al in praktijk. Dat is ook sterk groeiende. En ook als je kijkt naar de credit rating die wij hebben ontvangen als Finabank, en we als enige instituut in Suriname een credit rating ontvangen, een local A+E. Ja, dat is dus ook wel heel bijzonder en dat kunnen we dus ook overleggen in gesprekken met buitenlandse partijen als ze klant willen worden van de bank. Ja, we hebben een aantal gesprekken gevoerd en wat we hebben gezien is dat daar referrals en zijn uitgekomen. Het is toch wel zo dat men, de wereld is groot, maar toch kent men elkaar dat is gaan rollen. Dus ze hebben zeker interesse getoond. En dat hebben we ook gezien in de toename van het openen van rekeningen en het aantal klanten. Het is een knooppunt van opportunities
die besproken zullen worden. Dus het begint met elkaar kennen en het wekken van vertrouwen. En deze conferentie, dit evenement, daar komt alles samen bij. Dus je hebt, als je kijkt naar financiers, zijn er, maar er zijn ook partijen met specifieke kennis hoe je bepaalde infrastructuurprojecten, zoals ports of airports bijvoorbeeld moet doen, of bepaalde logistieke partijen. En dan heb je de buitenlandse partijen in de regio die naar Suriname willen uitbreiden, die allemaal zoekende zijn in wat kan Suriname voor hen betekenen. En dat kan je direct vertalen naar de waarde voor Suriname. Want als die partijen geïnteresseerd zijn en ze komen hier, dan zal er grotere vraag zijn naar voedsel, zal grotere vraag zijn naar werkgelegenheid, grotere vraag zijn naar of er bijdrage zijn aan huisvesting. En het zijn natuurlijk ook hele belangrijke thema's voor Suriname, waardoor ook de inflatie meer beheerst kan worden als de inkomsten omhoog gaan. We moeten niet te hard groeien, want dan krijg je weer een te hoge inflatie. Maar dat zijn allemaal zaken waar deze conferentie te bieden heeft. Stephen Gonish, directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, ligt in gesprek met de CDS toe hoe de SLM bijdraagt aan de Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition. Kijk to me. Between the ocean and the forest lies a place where all continents come together. Here you can walk paths no man has ever walked before. A place where motion calms you down and serenity makes you move. Where the old traditions easily survive and are celebrated by all cultures. Fly with us to Suriname and discover the best-kept secret of the Amazon. FlySLM.com. Surinaamse Luchtvaartmaatschappij heeft inderdaad eerder al deelgenomen aan de CEOCS. Ik denk dat we ook alle vier keren hebben meegedaan dat hij er was. Dus ja, dit is de vierde keer dan voor de SLM. Laat me zeggen, altijd goed. En dan zeg ik altijd goed in de zin dat het zeker gaat om belangrijke ontwikkelingen voor Suriname. En daar wil SLM, de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, dus ook zeker deel van zijn. De SLM die doet mee als bedrijf natuurlijk, zoals vele andere bedrijven die zich dienstbaar willen stellen aan de oil- en gasindustrie. Zo ook de SLM. Wij willen dat doen op basis van het feit dat wij natuurlijk een luchtvaartonderneming zijn en willen helpen zorgen voor verbindingen naar Suriname toe, dus passagiersvervoer. We verwachten natuurlijk dat er een behoorlijke stroomopgang zal komen als het gaat om arbeidskrachten die komen om zich hier te vestigen, al dan niet te werken in de oil- en gassector. En daar wil de SLM zeker aan deelnemen. Anderzijds doen we ook aan chartervluchten. Dus ook voor de oil- en gasindustrie hebben wij dat eerder gedaan en bieden we dat ook aan nu. Verder doet de SLM ook aan de vrachtafhandeling op de luchthaven via onze dochter en onze unit Saks. We doen ook aan catering op de luchthaven en daar kunnen we ook cateringsfaciliteiten aanbieden, ook ten behoeve van de oil en gas verder. En ook de grondafhandeling op de luchthaven doen we. We hebben hotels, residence hotel in Nikeri en in Paramaribo. En natuurlijk, als men hard gewerkt heeft, dan willen we ook zorgen voor een stukje ontspanning. En dat kan door reizen naar het buitenland, maar het kan ook door genieten van het mooie ecotourisme gedeelte in Suriname. En daar doet Mets Travel & Tours zeker ook niet onder. We hebben locaties in het binnenland, Cola Creek dicht bij de stad, dus veel te bieden. Omdat natuurlijk de mensen die komen om te werken, dat is één. Maar natuurlijk heb je ook familie en vrienden natuurlijk die ook een kijkje komen nemen in Suriname als ze daar niet eerder zijn geweest. Voor de SLM als luchtvaartorganisatie natuurlijk denk ik dat het heel belangrijk is dat wij goed participeren, goed vertegenwoordigd zijn. En ook om maximaal rendement uit te halen.
SEOCS, we staan aan de vooravond voor grote ontwikkelingen voor Suriname verder, als het gaat om de oil en gas ontwikkelingen. En ik denk dat het voor Suriname heel belangrijk is dat we allemaal, en ook alle andere bedrijven die hier diensten kunnen aanbieden aan deze oil en gas industrie, dat we dat ook optimaal gaan doen en optimaal gaan benutten. Zo ook dus de SLM. Doordat wij zorgen voor een stukje vervoer naar Suriname, waar uiteindelijk de werkplek is, hè, voor de oil en gas ontwikkeling hier, dan moet men naar Suriname afreizen vaak. Ook de investeerders moeten naar Suriname. Ook andere bedrijven die hier hun diensten willen aanbieden uit het buitenland, die zullen moeten reizen. Dat is de manier waarop de SLM, zeker als het gaat om de passagiersvluchten, dat aanbod doet. Maar anderzijds ook, zoals ik heb genoemd, met onze vracht, met onze catering, met onze afhandeling op de luchthaven. Maar ook met onze Mets Travel & Tours, die voor een stukje ontspanning kunnen zorgen. Anderzijds ook natuurlijk de hotels Residence Inn in Paramaribo en Nikkeri. Dus al met al denk ik dat de SLM en haar dochterondernemingen een goede bijdrage kan leveren aan die verdere stimulans ook, hè, voor die hele goede ontwikkeling van oil en gas in Suriname. Ik denk dat er vele bedrijven zijn in Suriname. Kijk, oil en gas en Suriname doet al jaren aan olie. De olieindustrie is hier niet nieuw voor ons. Dat betekent dat we al een heleboel andere bedrijven hebben die zich op een dusdanig niveau profileren en ook de diensten al verlenen aan de olieindustrie. Ik denk dat de deelname van de SLM misschien ook voor andere bedrijven een stimulans kan zijn. En dat zullen we ook blijven propageren en ook aangeven. Come and join. Ik bedoel, er is veel te doen, er is veel te halen. We kunnen er allemaal beter van worden in Suriname. Laten we deze ontwikkeling een warm hart toedragen en iedereen erbij betrekken die dat kan en die daar de mogelijkheden voor heeft. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.